Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dart Podcast van Nederland achter de hockey. Vandaag zit weer naast mij Erik Middelkoop. Erik, welkom. Dankjewel Mike. En vandaag niet zomaar een podcast, want we zijn vandaag te gast in Den Haag. We zijn te gast bij Raymond van Barneveld, 52 jaar, aan zijn laatste jaar toe als professional dartspeler. Hij heeft zijn tourkaart sinds 2011, maar hij speelt natuurlijk al sinds 2006, 2007 bij de PDC. Op de PDC Order of Merit staat hij momenteel 34ste. Hij heeft meer dan 70 titels, waaronder 2 keer UK Open Champion, 1 keertje Grand Slam Champion en Premier League Champion, 4 keer de World Cup, 1 keer met Coastal P, 1 keer met Michael. 3 keer met Michael. 3 keer met Michael, sorry. 15 keer een vloertoernooi, 5 keer een 39er op tv, 1 keer een Eurotour, ja, en natuurlijk 5 keer wereldkampioen. Raymond, dankjewel dat je in deze podcast wil zijn. Ja, van harte welkom. Je zit bij Team Target. We zien jij sinds kort met nieuwe pijlen. Hoe bevallen die pijlen? Ze zijn een beetje afgeleid van de pijlen waar ik in feite vroeger mee speelde. Waar ik eigenlijk altijd mijn grote successen mee heb behaald. Na het overstappen naar Unicorn ben ik behoorlijk aan het twijfelen geweest en aan het proberen geweest. Keer op keer nieuwe flights, nieuwe shafts, nieuwe pijlen. Ja, en uiteindelijk steeds weer terug, toch weer terug naar overstap naar Target. Kijk, het is natuurlijk een fantastisch bedrijf. Ze maken fantastische mooie pijlen. Maar van mooie pijlen wil niet zeggen dat je er ook goed mee speelt. En dat kan te maken hebben met grip of andere zaken. Dus ik ben teruggegaan naar mijn oude setup. En omdat ik natuurlijk ook einde van dit jaar afscheid ga nemen, hebben ze me daarin gewoon ruimte gegeven. Ik had redelijk wat succes met mijn oude darts. Dus ze hebben deze in feite gewoon gekopieerd. Ze hebben 3 of 4 setjes gemaakt voor mij in Japan of in China, waar ze dat dan doen, zeg maar. Daar heb ik dan een keuze uit gemaakt, daar is dan deze uitgekomen. En ja, ik moet zeggen, het valt gewoon goed. Het ziet er goed uit. Ook met het nieuwe 8 systeem van Target, ik ben daar zeer over tevreden. Alleen ja, nu is het gewoon zaak om arbeid te verrichten en gewoon heel veel trainingsuurtjes te maken. En op basis daarvan een goed beeld te krijgen. Oké, dankjewel voor deze pijlen. Je zegt al, een beetje de beginpijlen waar ik mee begonnen ben, als basis genomen voor de pijlen die je nu hebt. Nou, het is een leuk bruggetje om naar het begin van je carrière te gaan, want we willen in deze podcast uiteraard samen jouw carrière doorlopen en afsluiten bij je afscheid. Je speelde de eerste BDO-WK in 1991. En voor het grote dartspubliek in Nederland ben jij natuurlijk het begin van het darten in Nederland. Ik bedoel, dankzij jou heb je het darten in Nederland groot gemaakt. Want je was natuurlijk niet de allereerste Nederlandse WK-ganger. Heb jij daar in het begin van je carrière baat bij gehad? Dat jij ook voortrekkers had? Zoals jij de voortrekker daarna voor vele andere mensen. Nee, ik had helemaal geen vergelijkingsmateriaal. Kijk, ik had het grote voordeel dat Den Haag eigenlijk de bakermat was voor de rest van Nederland. Wat ik me ooit heb laten vertellen is dat de Engelsen met de boten overkwamen naar de haven van Scheveningen. Die namen op den duur namen ze dartborden mee en pijltjes. Namen dat mee de kroeg in Den Haag, waaronder de Luifel, een hele bekende zaak in die tijd, en de Oldtimer en de Paap. Ja, dat waren zeg maar de beginkroegen van Den Haag waar eigenlijk serieus gedart werd. Veel al door Engelsen en later dus door Nederlanders die dat over gingen nemen. Er werden er competities gespeeld. En uiteindelijk had ik het geluk dat Den Haag de stad was in Nederland die zeer toonaangevend was qua talent. Mannen als LSL's 5, Rick Daniels, Pieter Kessels. Ja, dat waren natuurlijk grote namen die ook in het Nederlands team speelden en waar ik natuurlijk huizenhoog tegenop keek. Je had altijd van die krantjes vroeger en magazines van Dartsport West-Nederland of Dartbond Den Haag. Ja, die las ik dan altijd. Ja, dan had je natuurlijk altijd de drive van wauw, was ik ook maar zo goed, weet je. Die gasten wonnen gewoon allemaal open toernooien. Maar eigenlijk wat eigenlijk best wel tegenviel, waren de internationale successen van die mannen, weet je. Nederland stelde totaal niets voor internationaal. En dat heeft natuurlijk moeten groeien. Totdat een naam opdook in die periode, Bert Vlaardingenbroek. En Bert, daar heb ik natuurlijk de hele wereld mee afgevlogen. En in treinen gezeten voor de landelijke competitie, in auto's gezeten, allemaal toernooien afgespeeld. Samen met nog wat meer kornuiten uit die tijd. Ja, Bert was natuurlijk op dat moment toonaangevend. Werd geloof ik 5 of 6 keer Nederlands kampioen en van de ranking. En was eigenlijk in die periode gewoon toonaangevend in Nederland. Was gewoon de allerbeste speler. Is ook naar mijn weten 3 keer naar Lakeside gegaan en helaas nooit de eerste ronde overleefd. Een paar keer dichtbij. Ik weet nog wel dat Bob Ennis een wereldkampioen werd, won hij de eerste set, Bert.
Ja, dat was best wel iets. Hè. En hij had een keer de kwartfinale op de Wimma World Masters. Dus Bert werd eigenlijk toch wel gezien als de voorloper eigenlijk van mij. Alleen ja, Bert had de pech. Ja, dat er eigenlijk niet eigenlijk geen televisie bij kwam kijken. En dat maakte het wel lastiger. Ja. Heb jij dan wel iets aan zijn ervaringen kunnen hebben? Dat hij met jou heeft kunnen delen hoe het is überhaupt op het wikkel? Nou ja, goed. Je vraagt dan hoe het daar dan is. Hè. Ja, Bert was natuurlijk een hele relaxte man. Die maakte zich niet zo snel druk. Ja, dat is natuurlijk per speler. Ieder mens heeft een eigen karakter. Weet je, de een is heel snel opvliegend en de ander is gewoon heel kalm. Sommigen zitten er tussenin. Ja, dat maak je overal mee. Bert was gewoon iemand die gewoon heel kalm en rustig was. En probeerde altijd het beste te doen. Trainde er veel voor. Maar uiteindelijk, ja, als het niet lukte, vond hij het ook best. Ja, en in mijn ogen kwam dat in mijn woordenboek niet voor. Weet je, hoezo niet goed genoeg? Ik ga gewoon jou laten zien dat ik wel goed genoeg ben. Dat had ik dan weer, weet je. En dan trainde ik na een verloren dag, trainde ik weer urenlang op mijn zolderkamertje boven daarna. Kun je ons dan meenemen naar je allereerste EK? Het moment dat je in 91 afreisde om daar te gaan spelen? WK bedoel je, ja. Ja, sorry. Nou ja, dat was natuurlijk heel erg apart. Hè? Kijk, ik speelde in 90. Was Phil Taylor wereldkampioen geworden Lakeside voor het eerst. Hè, als qualifier. En ik zag daar een naam voorbij komen. En ik denk, nou, die droogde Eric Bristow gewoon even af in de finale. Hè? Want dat was Eric Bristow's zijn talent, zeg maar. Dus daar, onwijs een mooie stijl. Die man was echt bizar compleet. En ik moest in 90 moest ik tegen hem de World Cup spelen. Of de EK spelen in Malta. En ik verloor net aan met 4-2 in Lex. En de hele BDO-staf zat daarachter. Bert had al 2 of 3 keer, was hij naar Lakeside geweest. Helaas, geen goed resultaat. Dus ze probeerden een keer iets anders. Want ze probeerden de dartsport natuurlijk ook wel een beetje te globaliseren. Want je kon het niet alleen maar hebben van mensen uit Wales, Ierland, Schotland en Engeland. Ze wilden natuurlijk toch een Fin erbij, een Zweed, een Noor, een Deen, weet je, een Nederlander, een Belg, een Duitser. Dus daar waren ze natuurlijk meer naar het kijken. Toen kreeg ik die uitnodiging. Ja, ik was dood en dood zenuwachtig natuurlijk. Want ik denk, oh jee, nou gaat de hele wereld kijken naar me. En als ik nou maar goed gooi, nou maar niet slecht gooi. En ja, ik kreeg een loting, Keith Sullivan. Ik had nog nooit van de man gehoord. Uit Australië. Maar ik was gewoon te nerveus, joh. En een maand daarvoor had hij de British Open, was hij derde geworden. Dus we hadden wel laten zien dat hij aardig kon gooien. Hij was ook nog eens een keer bij Bob Anderson thuis. Die had hem 3-4 weken in huis genomen. Dus ja, die stonden de hele dag te trainen natuurlijk met z'n tweeën. Ja, dat had hij voor op mij. En hij was al ietsje ouder volgens mij. Dus had al wat meer ervaring. Nee, dus dat was een kansloze 3-0. Ik ben wel de hele week gebleven daar om ervaring op te doen. Ik denk dat ik daar wel heel veel van geleerd heb. Ook aan het einde van de rit dat je ziet dat de winnaar moet speechen. En soms de nummer 2 ook. En mensen zeiden allemaal, ja, je komt terug. Want maar ik gooide 25 per pijl, weet je. Dat was een gemiddelde van 75 in die tijd, in 91. Dat was natuurlijk 3 keer niks. Dus toen dacht ik echt bij mezelf, nou, ik heb hier mijn leven wel vergooid. En ik kom hier nooit meer terug, dacht ik toen. Ja, godzijdank werd het ook op televisie niet uitgezonden. Nou, Nederlandse televisie, sowieso niet. Maar ja, je had Anglia of BBC had je destijds. Dus wat dat betreft had ik dan wel zoiets van, ja, daar gaan mensen ook naar kijken. Hè? Want we hadden hier in Nederland ook Engelse tv. Dus laat ik nou maar hopen dat het niet uitgezonden wordt. En godzijdank stond er alleen 3-0. En voor de rest niks. Maar dat heb ik wel geweten hoor. Daar ben ik wel op afgeschilderd natuurlijk. Want ja, ze gaan vergelijkingsmateriaal maken. En ze zeggen, ja, kansloos 3-0. Bert won tenminste soms nog wel de sets, weet je. Die verloor nog maar net met 3-2. Ik zeg, ja, maar dat is ook gewoon verliezen. Het net aan verliezen blijft verliezen in mijn ogen. Alleen ja, ik ben toen veel meer toernooien gaan spelen internationaal. En ik ontwikkelde me eigenlijk vrij snel. En in 93 stond ik er weer. En toen won ik wel als eerste Nederlander de eerste ronde van Graham Miller. Ja. Had jij toen in 91 dan echt niet het gevoel dat er nog meer in het vat zou zitten, zoals we nu achteraf terugkijken en weten wat er allemaal in heeft gezeten? Je moet je voorstellen, kijk, het leven is zo anders nu met social media en met mobiele telefoons. Ik merk ook mensen die mij voor het eerst zien, die zijn helemaal niet zo meer onder de indruk als dat ik vroeger van een Bristow onder de indruk was. Moet je voorstellen, ik kom in 91, kom ik het hotel binnenlopen. En 1 of 2 jaar daarvoor heeft Paul Limmen 9 dat finish daar gegooid. Dat was uniek, weet je. Dat gebeurde gewoon niet. Dat was de eerste ooit op een WK. En John Lowe had de eerste natuurlijk op de Unipart. Maar Paul Lim gooide de eerste 9 dat er op een WK. En dan komt zo'n man in 1 keer binnenlopen met koffers.
En je staat eigenlijk zo van, wauw, wat gebeurt hier? Weet je, die man die kijk ik alleen maar op tv, die zie ik nu in het echt. Ja, 2 jaar later sta ik in te checken in dat hotel in 93 en dan vertelt de mevrouw aan achter de balie dat ik met Bob Anderson op de kamer lig, mijn grote held. Dus toen moest ik me ook even in mijn ogen wringen, wrijven van wat gebeurt hier. Maar je leert heel veel, weet je. Je leert ook veel van die man. Een van die uitspraken die hij mij heeft geleerd is play the board, weet je. Speel niet tegen je tegenstander of tegen jezelf. Play the board. Nou, dat heb ik heel veel jaren ja, goed gehoor aan kunnen geven. Ja. Ja, absoluut. Je zegt dat je in 93 verlies je dan voor John Lomme, 2-3. Ja. Waarom was je er in 94 eigenlijk niet bij? Dat had puur te maken met ranking. Later dat jaar was de World Cup in Las Vegas. En omdat er natuurlijk altijd maar 1 Nederlander ging en we nog niet zo goed waren om al in die top 16 of die top 32 van de wereld te komen, door al die ranking toernooien. Roland Scholten werd officieel World Cup singles champion. Ja, dan heb je weinig voeten naar aarde, dan gaan ze hem pakken. Dat is natuurlijk logisch zat. Toen kreeg ik nog wel de kans om me te kwalificeren. En toen verloor ik in de kwalificatieronde van Trevor Nurse. Helaas de laatste partij. En ja, dat was heel erg jammer. Maar die verloor ik, die wedstrijd. Dus Roland Scholten ging in 94. En vanaf dat moment begon ik eigenlijk heel hard als een komeet te stijgen. Want ja, na 94 werd het eigenlijk vrijwel van Barneveld. Ja. Nou, dan komt eigenlijk jouw hoogtepunt daarna in 1995, dat je de wereldtitel pakt tegen Richie Burnett. Tweede wordt. Ja, in 95 verloor hij hem nog. In 98 maakte hij tegen diezelfde Burnett helemaal goed. Maar in 95 inderdaad, ja, een eerste hoogtepunt mag je het denk ik op dat moment in je carrière toch wel noemen. WK-finale, eerste Nederlander die dat weet te bereiken. Ja. Achteraf, ja, we kennen jou, zou je voornamelijk zuur zijn van het verlies? Nee, toen niet. Toen helemaal niet zelfs. Nee, ja goed, moet je voorstellen. Ik begon wel aan mezelf te werken, maar ik had 1 droom. En dat was wereldkampioen worden. Ik werkte bij de post elke dag. Ik had een vrouw en 3 kindertjes. Dus uiteindelijk zag ik het gewoon, als ik een extra zakcentje kan verdienen, dan kan ik mijn gezin en mijn vrouw gewoon goed onderhouden. En dan ben ik eigenlijk best wel blij. Dus ik had op dat moment mijn doelstelling om ooit in een WK-finale te staan behaald. Van het geld wat ik overigens won. Kijk, Zeeuw had, mijn ex-vrouw, die had natuurlijk gewoon 1 droom, dat was trouwen. Dus later dat jaar vroeg ik haar ten huwelijk, ook met de centjes die ik daar gewonnen had. Dus, en toen zijn we in oktober in 1995 getrouwd. Ja, toen begon het eigenlijk alleen maar beter te gaan. Alleen ja, 96 verloor ik weer tweede ronde, 97 verloor ik tweede ronde. Want er lag natuurlijk heel veel druk op je schouders. Van ja, dat ga je wel weer even doen. En we hadden natuurlijk maar 1 keer per jaar dat je je eigen echt alleen maar op de kaart kon zetten. En dat was natuurlijk Lakeside. Ja, en dan wordt het natuurlijk zuur, want ik werkte nog steeds bij de post. Je wordt op straat word je natuurlijk overal nageroepen. Hey, one of the 80. Want ze hebben je natuurlijk op televisie gezien. Ja, je kan er alleen niet zoveel mee. Je hebt een baan, je hebt een redelijk goede baan bij de post. Hè. Ik ging met plezier naar mijn werk, dat was het allemaal niet. Maar je wilde gewoon meer, je wilde gewoon beter. Je wilde gewoon prof worden, klaar. En daar droomde je van. Dus gewoon dat een bedrijf je ging sponsoren of in loondienst nam. Nou, in 97 was daar ooit sprake van. Een bedrijf die belde mij en ja, dit en dat. We willen je in loondienst nemen en ga lekker darten. Kun je onze naam op de kaart zetten. Nou, dat was bijna in kannen en kruiken. Want ik was de World Cup singles had ik gewonnen in Perth in Australië. Dus ik was wereldkampioen officieus, zeg maar. Uitgezonden door het Nederlands team naar Perth in Australië. Dus dat was mijn eerste wereldtitel in 97. Nou, toen kwam er een bedrijf, ja, die wilde kijken of ze mij over konden nemen bij de post. Nou, ik was helemaal zielsgelukkig. En dat was natuurlijk 2-3 maanden voor het WK, het grote WK van 98, wat ik later zou winnen. En het bedrijf trok zich om rare redenen ineens terug. Dus ik zat helemaal in zak en as in oktober, november. Ik zag het helemaal niet meer zitten. Ik denk, nou, dit was mijn kans, ja toch? En gelukkig had ik nog wel goede sponsors, Toby van Laarhoven. En die pakte me beet en die zei, hier heb je een extraatje voor je vrouw en je gezin. En om uiteindelijk dan de kerst door te komen. Dus ze haalden eigenlijk heel veel druk bij me weg daardoor. En 11 januari 1998 weten we allemaal nog. Dus zo kan het verkeren, zeg maar. Een paar maanden ervoor heb je dan gewoon... maak je mooie dingen mee door de World Cup singles te winnen. Qua darten ging het allemaal prima hoor. Maar ja, je wil dus zo graag wat anders. Ja, wat er daarna gebeurde in 98, dat ging nergens meer over. Toen kon ik ook weg bij de PTT. Toen kwam Brandstaf als hoofdsponsor.
contract van 1 miljoen in guldens in 3 jaar tijd. Ja, dat was bizar natuurlijk. Ja, toen kon ik echt prof worden. Maar ja, kon je ervan leven? Ja, nou zeker. Er waren mensen die zeiden van ja, dat kan misschien 3 tot 5 jaar duren. Maar we zijn inmiddels 21 jaar verder en het prijzengeld wordt alleen maar meer en meer en meer. En ik denk dat de dartsport, als je kijkt naar Rotterdam en zo, alleen maar populairder wordt. Ja. En ja, erop pak je meteen weer een titel. Was dat toen echt de verzekering van ik heers nu in de BDO? Ja, maar ook een dosis geluk. Hè. De tweede ronde mist Les Wallace 4 of 5 wedstrijdpijlen of zo. Ja, dat geluk moet je soms hebben. Ik kijk ook wel eens naar mensen, Taylor en Van Gerwen, hebben die mazzel ook wel eens gehad, weet je. En meerdere malen, ja, dat heb je soms nodig. En dan vervolgens is de volgende wedstrijd weer 0-0. En dan kun je weer doorgaan. Ja, en dan heeft niemand het meer over dat je in de tweede ronde mazzel hebt gehad, hoor. Want dan sta je gewoon met die beker weer omhoog. En daarop 2000, dat was natuurlijk lastig. Verloor van Chris Mason is de ronde. Ik had even daarvoor de head-to-head tegen Phil Taylor gehad in 1999. Wat toch wel heel veel input op mij heb gekregen. Het was in het Hol van de Leeuw bij de PDC, de BDO. Het was een politiek steekspel. Weet je, hun wilden natuurlijk heel graag tegen ons spelen om te laten zien dat hun de beste bond waren. Ja, ik stond daar zo mak als een lammetje. Eigenlijk wilde de BDO helemaal niet dat ik ging. Maar ja, dat was voor 2 man was er £100.000. Moet je voorstellen dat het WK-titel £32.000 was. Het was een 60-40 deal, dus ik had £40.000 sowieso om alleen maar te spelen daar. Begrijp je? Dus of ik nou won of verloren, ik had toch gewoon £40.000. Ze wilden eerst winner takes all, maar daar trapten we niet in. Dat gaan we niet doen. Dus ze hebben dat uiteindelijk zo gedaan. Maar ja, dat is gewoon het moment geweest, het breekpunt van Raymond van Barneveld. Kijk, uiteindelijk verlies je die wedstrijd met 21-10. Ja, en dan voel je gewoon helemaal niemand meer. Je bent de beste ter wereld niet meer. Dat is hetzelfde als twee boksers tegen elkaar gaan spelen en de een pakt de ander zijn wereldtitel af. Hè. Dus zo ervaar je dat natuurlijk. Revanche is er eigenlijk nooit gekomen in zo'n wedstrijd. Ook niet dat het in het kamp van de BDO werd georganiseerd, weet je. Want dan was het voor veel natuurlijk moeilijker geweest. Daar heb ik heel veel spijt van gehad. Ik was ook nog aan het herstellen van een beenbreuk. Dus ik heb ook niet optimaal kunnen trainen in die tijd. Een paar maanden daarvoor werd ik wel met die beenbreuk officieus wereldkampioen weer in Zuid-Afrika, in Durban. Dus ja, ik begon vol goede moed aan die wedstrijd. Maar uiteindelijk heeft dat heel veel impact gehad. Dat ik die wedstrijd verloor, dat heeft zeker impact gehad. Ook op Lakeside. Eerste ronde Chris Mason zit in 2000. Ja. Sterker nog, je zou denk kunnen zeggen dat je daarna een aantal jaren een dipje hebt gehad. Ja. Maar goed, aan de ene kant misschien kun je het voor onze luisteraars uitleggen. Je geeft eigenlijk zelf al aan. Je hebt het over die match of the century. Ja. We kennen allemaal die beelden dat veel Taylor het publiek als dat op te hitsen van kijk eens hier mijn domein en ik ga het hier wel eventjes laten zien. Ja. Nou, je geeft zelf ook aan met wat voor ingang jij daarin ging. Echt totaal anders, compleet anders. Jij hoeft geen bond te verdedigen, jij hoeft geen steken te maken. Nou wel, ja, natuurlijk moet je je bond verdedigen. Kijk, ik was nummer 1 van de wereld, ik was wereldkampioen. En het ging om ook heel veel geld, maar meer om prestige, meer om status. Weet je, kijk, als jij die wedstrijd wint, ja, dan ben je op dat moment de allerbeste speler ter wereld. Maar ja, kijk, het grote probleem bij mij was, ik ben altijd een groot fan geweest van Phil Taylor. Ik heb eigenlijk nooit tegen hem gespeeld op die ene keer na in Malta, op dat EK. Maar ja, de man had op dat moment al 12 of 13 wereldtitels, weet je. Ja, dan denk je toch van, je analyseert ook wel eens, je kijkt ook wel eens beelden. Dan denk ik, ja, alles wat die man aan meedoet, dat wint hij in feite. Weet je, zoals een Raymond Keulemans bijvoorbeeld in biljarten heerste. Dat was eigenlijk niet tegen te spelen tegen die man. Een enkel keertje, ja, verloor hij dan eens een keer. Ja, dus dat neem je natuurlijk wel mee. De man is gewoon zo overcompleet geweest en heeft de sport zo lang gedomineerd. Ook na mijn overstap is hij gewoon altijd heer en meester geweest. Nou, daarover zometeen natuurlijk nog even meer. Wat opvalt, je ging de eerste ronde uit tegen Mason, maar je kleinzoon heet ook nu zo. Ja, nee, daar heeft er totaal niks mee te maken. Maar dat bepaalt mijn dochter en mijn schoonzoon natuurlijk. Dus waar ze daarvoor gekozen hebben, dat zou je moeten vragen. Ik heb geen idee. Nou, dat zal ongetwijfeld niet. Maar het heeft niets met darts te maken. Want, dat denk ik ook niet. Nee. Maar goed, het is natuurlijk wel een grappige link voor, voor ons als buitenstaanders. Wat we verder zien, is dat jij 3 maal de Dutch Open hebt gewonnen. Ja. Nu ga je natuurlijk eind van dit jaar met darts pensioen. Ja. Gaan we jou nog een keer terugzien op de Dutch Open? Of is echt, nee, kansloos. Nee. Nee. Ik ga echt stoppen met darten. Ja, ik ben daar helemaal klaar mee. Ja. Nou ja, maar kijk, dat kan ook niet. Hè. Kijk, 8 februari is mijn afscheid.
Ja, en dan ga ik niet eind december of begin januari eventueel naar een WK-finale, want dat kan allemaal. Ga ik dan zeggen, oh ja, weet je, we plakken nog even een jaartje aan. Weet je, ik heb het aangekondigd, ik ben dartmoe. Ik kan het fysiek en qua mentaliteit ook niet meer aan. Ook die vloertoernooien, dat is gewoon af en toe gewoon echt verdomd lastig voor me. En ik heb altijd gezegd, als ik het gevoel heb dat ik meedoet om mee te doen, weet je, en niet meer ver kan komen en elke keer maar die teleurstellingen moet verwerken, dan heb ik daar gewoon niets meer te zoeken. Ik heb 5 jaar geleden mijn laatste individuele titel gewonnen, de Premier League. Natuurlijk nog wel een paar World Cups met Mike. Alleen ja, dat is een toernooi wat je met z'n tweeën doet. Dus ja, als je 1 jaar zonder titel zit, oké, dat is geen ramp. 2 jaar ook nog niet. 3 jaar, dan ga je wel even nadenken. 4 jaar, dan denk je, what the fuck is er aan de hand? En 5 jaar denk je, het is goed geweest zo. En ja, dat is gewoon nu. Kijk, ik weet, er is heel veel geld te verdienen, dat snap ik. Maar het is nu heel erg moeilijk om via de Pro Tours, hè, want daar verdien je eigenlijk de snippers, hè, de dubbeltjes. En op de televisie te nooien, ja, daar verdien je de knikkers, de knaken. Dat is simpel zat. Maar ja, als je bijvoorbeeld al startgeld krijgt op een World Matchplay van £10.000, daar moet je bijvoorbeeld een Pro Tour voor winnen. Dus je kunt je voorstellen, als ik 1 wedstrijd win op mijn Pro Tour van £500 en nog een wedstrijdje win £1.000, ja, dat zet helemaal geen zoden aan de dijk. Je komt daar gewoon niet ver mee. Nou, ik heb het hele jaar geprobeerd. Ja, met 1 hoogtepunt een keer tweede worden, dan pak je £6.000, dan maak je aardig wat stappen, maar niet op de wereldranking. Nou ja, kijk, ik sta nu 14e. En het heeft geen nut meer. Kijk, je kan niet overgekwalificeerd zijn. Kijk, ik heb £24.000 gehaald eind september. Ja, dan mag ik nog 18 plekken zakken, weet je. En je gaat mij niet vertellen dat alle 18 spelers dan ineens £10.000 gaan pakken. Want dat kan gewoon niet. Dus ik geloof dat nummer 33 op £13.000 of £14.000 staat. Ja, dus dat kan niet. Dus, en als het wel kan, dan heb ik pech gehad. Ja, die kwalificatie lijkt me zeker, maar je ziet het ook niet als ritme, wedstrijdritme wat je... Nou ja, het lijkt me niet als je alle pro-tours van mij gaat kijken, de statistieken daarvan, dan is het alleen maar pijn lijden in plaats van dat ik het zie als wedstrijdritme. Kijk, ik ben diabeet. Heel veel mensen denken van niet, of dat ik maar een zeikpaal ben, dat ik diabeet ben, maar... Een diabeet, ja, je moet het gewoon zien als een sluipmoordenaar. Het ene moment dan voel ik me 30 jaar oud en het andere moment voel ik me 85. En dat kan in een vingerklik gebeurd zijn. Dus ja, je moet nagaan dat mijn lijf, mijn lichaam, ook al ben ik netjes 35, 36 kilo afgevallen, wil niet zeggen dat ik topfit ben, weet je. Ik sta 's ochtends dan op om 1 uurtje of 8 en dan ga ik ontbijten. Ja, en dan ga je om 9:30 richting de zaal en dan ga je ingooien. En soms heb ik wel eens meteen een geplaatste speler te pakken. Ja, of het nou een Wright is of een Johnny Clayton. Of ja, die staan allemaal gewoon er beter voor. Hebben geen druk zoals ik dat heb. Want die spelen gewoon alles, weet je. Dus die staan lekker vrij ontspannen te spelen. En voor mij is het heel veel stress en heel veel druk. Plus die diabetes erbij. Ja, is dat voor mij verdomd moeilijk om op die manier op die grote toernooien te pieken. Kijk, mijn hoogtepunt dit jaar was tweede worden tijdens een vloertoernooi in Wigan. En ik zal je heel eerlijk vertellen, ik moet in de tweede ronde tegen Zoran Lerbar gaan spelen. En die man die mist 12 wedstrijdpijlen in de tweede ronde in 1 leg. Nou, dat kwam ik echt goed weg. Maar mede daardoor haal ik de finale, die ik ook nog eens had kunnen winnen van Adrian Lewis. Nou goed, op dat moment had ik er helemaal weer zin in. Ik denk, zie je, het kan dus toch, weet je. Ja, na de hand, ja, als je de resultaten na gaat kijken, het is elke keer £500. Het is soms al een weekendje helemaal niks verdiend. Dan is het zaterdag niks en dan de zondag £1.000. Of dan verlies je de pool weer. Ja, kijk, en ik wil niet opschepperig klinken of arrogant klinken. Kijk, £1.000 is voor een normaal gezin natuurlijk heel veel geld. Maar mensen vergeten ook dat ik voor die £1.000 die ik verdien ook onkosten heb. Weet je, ik betaal 1 of 2 vliegtickets met mijn begeleider mee te nemen. Ik moet 2, 3 nachten hotel betalen. Ik moet eten, ik moet drinken betalen. Als ik toevallig die zondag wel ver kom, dan mis ik mijn vlucht zondagavond. Hè. Dan mag ik maandag pas terug. Dus dan kost me dat 2 nieuwe vliegtickets voor mij en begeleider. Dus die £1.000, ja, dat zet totaal geen zoden aan de dijk. Sowieso al niet voor je bedrijf om maar geld mee te verdienen. Want je hebt je onkosten ook. En daarnaast, ja, doet op de wereldranking £1.000 helemaal niks. Want ja, £1.000, dat houdt dus in dat je bij de laatste 32 zit. Dat hebben 32 anderen ook verdiend op dat moment. Dus je maakt totaal 0 stappen. Je gaat je pas afscheiden als je laatste 4 haalt, continu. Laatste 8, laatste 4. Ja, en dat zit er gewoon niet in. Dat is al jarenlang niet. Ik heb er heel veel niet gespeeld.
Ja, omdat ik er gewoon een hekel aan heb. Dat is gewoon heel simpel. Het is vroeg opstaan. Mijn lichaam is pas een beetje wakker. Ja, 's middags om een uurtje of 2, 3, weet je. Dus daarom evenementen na 3 uur 's middags. Ja, dat pak ik ook door mijn ziekte beter op. Het beeld wat jij nu schetst, komt dat ook een beetje terug op de Eurotour dit jaar. Je speelde toen nog Premier League. Toen kwam je tegen Beaton. Ik weet het nog goed. Je kwam voor. Ineens zak je helemaal weg. Is dat echt het beeld wat je nu schetst? Dat is constant dat. Dat is het ene moment voel je helemaal op en top. En het andere moment kak je gewoon in. En dan krijg je ook vervelende dingen. Hè. Dan mis je 4 of 5 pijlen om een lek te pakken. In plaats van 3-2 om 4-2 voor te komen. Wordt het 3-3, groot die goede lek, 4-3 achter. En dan sta je erachter van, daar gaan we weer. Weet je, waarom gebeurt dit mij nou? Waarom? Ja, je hebt er geen verklaring voor. Maar het gebeurt continu. Continu. Weet je, er is gewoon, het is gewoon een rampjaar, laat ik eerlijk zijn. Eerste ronde WK eruit, tegen Labanauskas. Een dramatische Premier League. Niet naar de World Cup terecht. Niet naar de matchplay terecht. Niet naar de Grand Prix. Niet naar het EK. Ja, kijk, voorheen was die Eurotour was gewoon lastig. Moesten wij ons kwalificeren in Risa. Dan moest je dus eerst naar Risa toe of naar Hamburg toe rijden. En dan had je maar de hoop dat je kwalificeerde. Maar je hebt wel alle onkosten en alle tijd. En dan in een Premier League, jongens, dat is verdomd lastig. En als je dan ook nog eens over de 50 bent en diabeet bent. Ja, luister, moet ik dan naar een Hamburg gaan rijden of een Risa gaan rijden en me daar dan niet kwalificeren? En dan 2, 3 dagen van mijn tijd kwijt zijn? Ja. Daar pas ik dan voor. Nu is het ietsje beter geregeld. Nu doen ze het voor de qualifiers. Voor de toernooien in Barnsley of in Wigan. Dus dat is allemaal stukken beter. Alleen nu zijn de Duitsers erbij gekomen. De Scandinaviërs erbij gekomen. Het Oostblok erbij gekomen. Dus er doen soms 40 tot 50 mensen mee. Maar allemaal van het niveau Ron Meulenkamp. Huibrechtses. Dimitris van den Berg. Van Barneveld. Jelle Klaassen. Noem het hele Nederlandse kamp maar op. Hè? En er mogen er maar 6. Hè? En er mogen er maar 6. En er mogen er maar 6 door. En bij de Engelsen, die spelen soms 1 of 2 potjes. En dan mogen er 18 door. Ja, gooi dat nou allemaal op 1 hoop. Nou, en dat is ook de reden waarom ik jarenlang heb gezegd. Ja, dit systeem deugt gewoon niet. Het klopt gewoon van geen kanten. Hè? Want mensen mogen zich donderdag kwalificeren. Engelsen en Nederlanders apart en Europeanen. En dan vervolgens, een week later, zitten ze wel allemaal bij elkaar ingedeeld. Ja, ik zie het verhaal niet, weet je. Gooi gewoon iedereen bij elkaar en dan zien we wel. En dan zal de ene keer zullen er meer Engelsen zijn of uit het Verenigd Koninkrijk. En de andere keer misschien wat meer Europeanen. Ja, zo wat. Wat creëer je daar nu mee? Nou is het EK is in Göttingen, in Duitsland, zonder 1 Duitser. Nou, dat is helemaal top geregeld ook. Hebben ze zichzelf te danken in mijn ogen. Ja. Ja, dat denk ik ook zeker. Die discussie over die tourcard plekken voor de Eurotour, die zal nog wel gevoerd worden, denk ik. Ja. Maar begrijp ik nog goed dat jij nu toch een soort van opgelucht bent dat gewoon de hele periode van vloertoernooien, Eurotour qualifiers, die is dan nu dus gewoon ten einde voor jou? Ja. Ik had graag naar het EK gegaan. Ja, goed, ook door de nodige afspraak heb ik ook een paar Eurotours moeten missen. Een stukje vakantie. Kunnen mensen wel zeggen, ja, maar dat had je volgend jaar ook kunnen doen. Ja, maar wie bepaalt dat nou? Dat bepaal ik zelf. Dus ik zei ook niet. Ik ga niet naar het EK. Jammer, maar ik heb het geprobeerd. Geaccepteerd. En zo be it. Leuk is anders. Maar het is gewoon niet meer zoals het was. Kijk, en geloof me, je moet je keer op keer kwalificeren. Soms 2 keer op een dag. Ja, als je dan de eerste net niet kwalificeert, zoals laatst bijvoorbeeld in Hildesheim. Ja, 5 minuten later, je krijgt een tik van hop, zeg maar, je verliest met 6-4. Je plaatst zich je niet voor een Eurotour. En 5 minuten later begint de Eurotour 2, weet je, tegen Kanik. Nou ja, ik geloofde het allemaal wel, joh. Ik was op, was kapot. Ja, dus dan mis je er gewoon 2 even op 1 dag, weet je. Ja, dat is natuurlijk, dat kost natuurlijk heel veel punten, dat snap je natuurlijk wel. En we waren de carrière-overzicht eigenlijk gestopt, hebben een uitstapje gemaakt. We waren gebleven na de dip 99. Ja. Maar goed, na die dip komt er ook nog weer echt een hele mooie periode bij de bio natuurlijk. Ja. De laatste jaren voor je overstap. Waar je nog 2 wereldtitels pakt en ook nog in een derde finale staat. Ja. Die derde finale, kun je ons daarmee meenemen? Voor het eerst tegen een andere Nederlander in de finale? Dat was natuurlijk lastig, omdat ik kon mijn 5e wereldtitel winnen. Bristow die kwam in de finale om eventueel mij de beker uit te reiken. Wat natuurlijk een hele grote eer was voor mij. Want ik heb hem altijd gezien als toonbeeld en de dartspeler ooit. Voor Taylor kwam natuurlijk.
Ja, weet je, kijk, ik had natuurlijk de titel daarvoor gewonnen. En ja, op een gegeven moment kwam er een Nederlandse jonge man van 21 jaar die er goed uitzag en heel snel en heel goed gooide. Die de zaal op zijn hand had. Dat was voor mij natuurlijk bad news. Dat snap je natuurlijk wel. Een landgenoot. Ja, je wil voor altijd de beste Nederlander zijn. Dus dat gaf natuurlijk heel veel druk. En ik merkte ook wel uit alle berichten dat eigenlijk toch wel iedereen op zijn hand was, weet je. Dus dat eigenlijk het Nederlands publiek zich tegen mij keerde daardoor. En zo ervaarde ik dat ook. Het gaf me heel veel druk, heel veel stress. Ja, ik heb die finale amper terug zitten kijken. Maar ik weet wel dat ik daar ongelooflijk de deur heb opengezet aan het missen van dubbels. En ja, en Jelle was gewoon ja, heel, heel goed op het finishen van 100 plus finishes, weet je. Boom. Constant die laatste pelp tops erin of dubbel 10 erin of weet ik het. En ja, dat nekte mij na verloop van tijd. Ja, uiteindelijk had ik over het hele toernooi denk ik een strakkere loting dan hij. Hij kwam eerste ronde 2-0 achter. En toen won hij met 3-2. En daarna wurmde hij zich overal doorheen. Netjes, knap. Het frappante is dan dat hij dan een jaar later tegen Koos Tompé de eerste ronde met 3-0 verliest. En Ko had altijd moeite om de eerste ronde door te komen, snap je? En dan tegen de wereldkampioen wint hij met 3-0. Dus dat heeft me ook wel eens aan het denken gezet. Ja. Ja, inderdaad. Ik denk dat het een hele verrassende finale was toen de tijd. Zeker weten. Uiteindelijk ben je vlak daarna overgestapt naar de PDC. Heeft daar die finale daar nog een rol in gespeeld? Of waren dat andere? Nou ja, alles was voorbereid. Ik wist het niet, weet je. Want als ik de vijfde titel had gewonnen, ik stond natuurlijk onder contract ook met SBS6 destijds. En die hebben toen aangegeven, Raymond, ons maakt het niet uit of je nou naar de PDC gaat of BDO. Had een mooi contract met hun en doe waar je zin in hebt. Nou ja, oké. Dus ik heb dat WK aangekeken. Waar ik van schrok was na de hand, Jelle werd binnengehaald, zeg maar, in zijn dorp of stad waar hij woonde. En werd binnengehaald en gehuldigd, logisch. En dus ik zag beelden van SBS6 later die avond en dan zie ik 200-300 man in die kroeg Who the Fuck is Barney zingen, weet je. Kijk, daar knakte ik mentaal en toen had ik zoiets van, oh, oké, joh. Dus ik mag het wel op de kaart zetten. Ik mag jarenlang de sport promoten. Dat uiteindelijk mensen achter mij ook dit soort mooie dingen kunnen ervaren. En dan word ik op die manier even bedankt. Dus toen knakte ik. Heb ik gezegd, ik wil niks meer met de BDO te maken hebben met deze mensen. Ik ga het gewoon lekker mijn eigen kant op. Ik ga lekker naar de PDC. Nou ja, dat resulteerde meteen in het eerste jaar in hoogtepunten natuurlijk. Ja. Ja, nou, me dunkt. Ja. Over je eerste jaar gesproken. 3 keer een Pro Tour. Meteen de UK Open winnen. Ja. Ja, in de play-offs in de Premier League geraken. Maar dat heeft niet iedereen gegeven natuurlijk in zijn eerste jaar. Nee, 9 darten in Bournemouth. 9 dartetje, ja, de eerste. Ja. En uiteraard het eerste WK, ook direct winnen. Plus, Taylor eerder in deze podcast al genoemd. Ja. In het eerste jaar was volgens mij de onderlinge cijfers 4-4. Maar de 4 belangrijkste partijen was jij 4 keer de winnaar. Ja, ja, wat een gigantische start. Waar komt dat ineens vandaan? Drive, toch. Ik moest wel even slikken hoor, want ik zal je vertellen, ik speelde mijn eerste Premier League wedstrijd in Blackburn. Ja, een geweldige ervaring. Ik won van Ronnie Baxter met 8-1. Geweldige ervaring, die zaal zo druk, hè, want bij de BDO was het altijd kalm en stil. En het weekend erop, was 2 dagen daarna, was er een Pro Tour, zoals ze dat toen nog noemden. Maar die Pro Tours werden destijds georganiseerd in 4 pubs. En in elke pub speelden 32 spelers. Dus er deden uiteindelijk 128 spelers mee. Verdeeld over 4 cafés, 4 pubs met borden. En zo moest ik dan mijn toernooi spelen. Dus ik verloor de eerste ronde van iemand uit Wales met 4-3. Dus ik stond 's middags Iwe Kuitert aan te kijken. Mijn toenmalige begeleider. Van nou, en nou? Want ik stond echt met mijn bek wagenwijd open. Is dit dan de toekomst waar ik voor gekozen heb? Nou, toen kneep ik in mijn leven. En dat is nog jarenlang doorgegaan zo. Dus er werd dan altijd in 4 kroegen gespeeld. En dan uiteindelijk was er dan op de zondag bleven er 8 over. En dat werd dan op een van die 4 kroegen werd dan die finale dag gespeeld. En uiteindelijk won je dan £5.000. Ja, en dat was echt wel geld natuurlijk voor 2-3 dagen. Ja, later is dat natuurlijk helemaal veranderd. En werden het toernooien per dag dat je dat kon verdienen. Ja, toen ging dat natuurlijk even stukken beter. Ja. Ja, 2007 toen is het ook weggehaald door Rod Harrington uit de kroeg. En toen zijn ze ook zeg maar echt naar andere speelgelegenheden gegaan met zalen, zeg maar, waar ze dan 32 banen of 16 banen neerzetten. Ja, dat werd toen wat geprofessionaliseerd. Ja. Maar goed, 2007 dus. Ik denk dat we misschien kunnen zeggen dat overal gezien jouw beste jaar in je carrière is geweest. Ik denk zelf 2003.
Want toen miste ik één wedstrijd pijl voor de Golden Slam, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik had Lakeside gewonnen. Ik won de International Darts League. Ik won de World Darts Trophy. Ik miste één wedstrijd pijl op 111 tegen Tony West in de World Wimma World Masters. Als ik die had gewonnen, had ik alle vier de grote titels gewonnen in één jaar. Was nog nooit gepresteerd? Nee. En een maand later werd ik officieel World Cup Singles Champion ook nog eens een keer. Dus dat was eigenlijk voor mij het gouden jaar. Oké, als je het zo op een rijtje zet, dan kun je daar denk ik wel gelijk in hebben. Aan de andere kant, in 2003 zat Taylor natuurlijk bij de PDC en jij bij de BDO. Mm-hmm. In 2007 had je natuurlijk gewoon ook echt Taylor onder. Ja. Na die Match of the Century van 4 jaar daarvoor. Wat voor gevoel gaf dat? Ik had natuurlijk diverse interviews. Ja, wat hoop je bij de PDC te bereiken? Ik zeg, ik hoop van Taylor te winnen. Ik hoop nummer 1 van de wereld te worden, wereldkampioen te worden. En een officiële 39, dat lijkt me gewoon geweldig. In 14 maanden later was dat allemaal gerealiseerd. Ja. Ja, soms heb ik wel zoiets van, je roept het zelf aan, weet je. En zo kun je ook mooie dingen aanroepen. Ik heb ook daadwerkelijk ook echt gedroomd, 's nachts, dat ik Lakeside zou winnen. Dat is niet te verklaren, maar zo was ik ermee bezig. En de laatste jaren droom ik vrij weinig, kan ik je melden. Als je dan achteraf daarop terugkijkt, zou het niet ook zo kunnen zijn dat je die doelen dan te snel hebt verwezenlijkt? En dan denk je, niet. Kijk, weet je, als ik kijk puur naar anderen, als ik puur kijk naar Michael, als ik puur kijk naar Phil, die gewoon grossieren in grote titels. Kijk, ik heb dat in die jaren ook gedaan, alleen ik was een stuk kwetsbaarder dan hun. Ja, ik verloor ook net zo vaak als dat ik won, weet je. Ik heb ook echt wel heel vaak op mijn kont gehad, hoor. Dus het is echt niet zo dat ik de wereld heb gedomineerd zoals Michael en Phil dat doen. Want zo ervaar ik dat niet, weet je. Ik was veel te kwetsbaar. Ook in de jaren dat het echt absoluut top ging, was ik kwetsbaar. Kijk ook maar naar de cijfers. Als ik won, dan was het met 6-5 in sets. Of nog een keer met 6-5 in sets. Of met 7-6. Ondanks partijen, het is, ben je maar dat hangt gewoon aan mijn kont. Ik weet ook niet waarom dat is. Ik heb daar werkelijk geen verklaring voor. Het moet altijd spannend. Dat maakt me misschien ook wel zo populair als dat ik ben. Want je hebt met Van Barneveld altijd kijken, al... Kijk, als jij kaartjes koopt voor Rotterdam Ahoy en je ziet iedereen met 8-1 winnen, dan denk je ook, ik ga volgend jaar niet meer. Maar als je spannende wedstrijden ziet, dan zijn mensen geneigd om te blijven zitten. En die vinden dat natuurlijk fantastisch. Tweede ronde moet je gelijk tegen de eerst geplaatste Colin Lloyd. Tweede ronde, loting. Ja. Nou ja, was een heel gek verhaal. Wat gebeurde er? Ik was natuurlijk in mijn eerste jaar in de PDC. Dus ik was natuurlijk de rankings aan het beklimmen. Ik had de UK Open gewonnen. Ik was tweede geworden in Las Vegas. Maar ik kon eigenlijk geen 32e worden. Want er waren nog twee Pro Tours. Of één Pro Tour was er te gaan. Of hoe ze dat toen ook daadwerkelijk noemden. Toen gebeurde er iets. Erik Larijs, een Belg. Een zeer getalenteerde Belgische speler. Die viel van een ladder af en die brak zijn arm. En die kon niet meer spelen. Dus die raakte uit de top 32. Ja, dus ik schoof één plekje op. Op dat moment kon nog maar één speler, Dennis Smit, kon me eigenlijk voorbij gaan als hij een goede Pro Tour zou spelen. En die vergeet in te schrijven. Dus die mocht op het laatste moment niet meer meedoen. Dus ik werd 32e. Nou ja, dat houdt dus in. Als je één ronde wint, moet je tegen de nummer 1 van de wereld. En dat was op dat moment geen Phil Taylor, maar Colin Lloyd. Nou, en als je die wedstrijd ook nog terugkijkt, dan zie je dat ik ook daar met 3-0 achterkom. Ook met goed spel. Kom terug tot 3-3. Ja, uiteindelijk ook een sudden death. En die leg win ik. En daarna, tot aan de finale, geef ik geen set meer af. Bizar. Ja. Maar als je achteraf terugkijkt, dan had het gewoon zo moeten wezen. Zou je bijna bizar. Maar ik heb me altijd wel eens afgevraagd. Misschien wel op de hoogtepunt van mijn carrière qua gooien, qua niveau. Dat was misschien dan wel 2007. Nog altijd moeite met iedereen. Dat blijft bij me. Het is altijd spannend, weet je. Terwijl ik natuurlijk op ranking toernooi vroeger ook wel mensen een pak op de kont kon geven. Maar ik ben toch ook altijd heel erg kwetsbaar geweest. Ook in die periode dat ik gewoon ook supergoed was. Is dat ook waarom je nu vaak zo kwetsbaar ziet voor op de vloer? Omdat je er eigenlijk al geen zin in hebt? Maar kijk, alles valt of staat natuurlijk met motivatie. Kijk, als ik naar een Pro Tour moet, dan is het van, het moet maar. Ik heb geen keus, want anders dan klim je die ladder niet op. Maar een ander, die staat de hele week te trainen en die gaat naar zo'n toernooi. Die denkt zo, lekker Pro Tourtje spelen, ik heb er zin in. Kijk hoe ver ik kan komen. Ja, dat is natuurlijk een hele andere instap hoe ik die ervaar. Voor mij is het een degradatie. Ik sta niet meer op de tv-toernooien.
Mensen zeggen allemaal tegen mij, ja, ga lekker genieten van het laatste jaar. Ja, kom op, genieten van een vloertoernooi. In de sporthal, in Barnsley Megadome, waar op de zaterdag vader en zijn moeders met de kindjes naar het zwembad gaan. En ik sta beneden in een achterafzaaltje, sta ik proberen een rondje voor rondje te winnen. Kijk, dat ben je ontstegen op een gegeven moment. Weet je, dat trek je ook mentaal gewoon niet meer. Natuurlijk is er veel geld te verdienen. Ja, als je laatste vier finale haalt, dan is het mooi. Maar ja, dat zit er gewoon niet in. En ik heb het meerdere keren geprobeerd. Ja, dan moet je ook gewoon eerlijk zijn. Dan ben je gewoon niet goed genoeg meer. Kun je je herinneren of is er een eerste moment geweest waarop je een keer dat vliegtuig instapte en dacht, hé, verrek, ik ga met tegenzin. Nooit gehad, maar nu wel. Ja, kijk, waarom dat is, ja, dat weet je niet. Je bent op een gegeven moment nu 35 jaar bezig. Ja, op een gegeven moment heb je het ook allemaal wel gezien. En ik kan jou natuurlijk ook bijpraten als ik zeg van, joh, weet je, we hebben een mooie pro-tour in Japan of een mooie pro-tour in San Francisco of in New York of in Hawaii. Ja, dan sta je er anders in, ja, als dat je zegt, we gaan even naar Wigan of Barnsley of all places. Weet je, dat zijn plekken. Nou ja, er is werkelijk niets te beleven. Je legt daar de hele dag leg je op je bed in een Premier Inn. En ja, om de dag maar weer door te komen en dan maar weer hopen dat het een dag later beter is. Ja, en als je dan soms wel eens met een gevoel van 500 pond terug het vliegtuig in gaat. Als je het geluk hebt dat hij die avond nog vliegt zonder vertraging. We hebben ook wel eens meegemaakt dat hij helemaal niet gaat. Dan mag je weer een dag later gaan. Ja, joh, op een gegeven moment denk je, wat ben ik allemaal aan het doen, joh? Waar ben ik mee bezig, joh? Koffer niet aankomen. Ja, ik heb zoveel dingen meegemaakt al dat je denkt van, nou, dit kan gewoon niet waar zijn. Maar is er een aanwijsbaar moment geweest of is het iets wat er langzaam is ingesloten? Langzaam, ja, tuurlijk. Maar ook door statistieken natuurlijk. Kijk, als je ziet, ja, die toernooien liggen mij gewoon niet. En dat weten we, omdat ze te vroeg beginnen. Kijk, vroeger had je de ranking in Nederland ook. Dan begon dat om 12 uur. Maar dan speelde ik, dat was zo druk. Dan speelde ik op 4 uur, 4:30 mijn eerste partij pas. Ja, weet je. Ja, dan was ik op mijn hoogtepunt. En dan ging het ook wel eens mis. Maar niet zo vaak. Ja. Je zegt dat je niet toeleeft naar de Pro Tours. Ja. In mijn ogen leeft hij in Australië wel weer een beetje op tv. Tijdverschil natuurlijk. Nou ja, maar dat zeker is die laatste. Omdat dat natuurlijk ook dagen zijn dat je later 's middags begint. Soms was ik wel eens de eerste wedstrijd, dan speel je om 7 uur 's avonds. Maar ja, 7 uur 's avonds, ja, dat is voor mij natuurlijk perfect. Of om 9 uur 's avonds, want dan heb ik 3 maaltijden op een dag gehad. Dat is voor mij als diabetes zo belangrijk. Weet je, dan heb ik precies tussendoortjes, heb ik precies kunnen pakken wat ik nodig heb. Dan weet ik precies waar ik aan toe ben. Maar ja, als jij om 9:30, ik ben al geen ontbijter. Ik kan al niet heel veel eten 's ochtends. Dat krijg ik gewoon niet weg. Ja, dan heeft dat invloed natuurlijk op je stabiliteit met gooien. Ja, dat gaat soms met problemen met je ogen, dat je wazig ziet. De ene keer dan zie je troebel, de andere keer perfect. Maar ik hoef jou niet te vertellen dat als jouw gereedschap niet in orde is, dan kun je timmeren wat je wil, maar dat gaat nou niet goed komen. Gaan we weer terug naar de verhaallijn, zeg maar, ja. de tijdlijn. Het loopt een paar jaar over. In 2009 kom je weer in de WK-finale, weer tegen Taylor. Ja. Ging je daar met vertrouwen in? Ja, eigenlijk best wel. Was dat niet het jaar dat ik de Grand Slam... Nee, dat was 2012. Nee, eigenlijk wel. Volgens mij speelde ik best wel goed. Ja, ik weet niet meer wie ik allemaal versloeg, hoor, op de weg daar naartoe. Dat zegt me allemaal niks. Alleen ik maakte één kapitale blunder. Voor die finale, ik kom op en er staat een Nederlander, die staat met een Nederlandse vlag. En ik zeg, geef die vlag mee, omdat ik als trotse Nederlander dat op het podium even wil laten zien. Maar ja, wat gebeurt er? Op dat moment ervaart die zaal dat als Nederland-Engeland. Het is geen Barney Taylor meer, nee, het is Engeland tegen Nederland. Dus er werd gelijk boel geroepen en dat soort dingen. Ja, en dat is een kapitale blunder geweest, want ik had de zaal niet meer op mijn hand. Weet je, die zaal was nu meteen tegen me. Ja, en dat merk je natuurlijk toch wel. Kijk, uiteindelijk wordt die wedstrijd 7-1. Ja, van die 8 sets zitten er 5 bij dat het 3-2 is. Ja, goed. Maar uiteindelijk, als jij die wedstrijd niet gezien hebt en je slaat de krant open de volgende dag, staat er gewoon 7-1, hoor. Dan heb je gewoon een pak op je reet gehad. Dan het jaar daarna ga je voor het eerst naar de World Cup met Koos Tompé. De PDC World Cup te benoemen natuurlijk. Ja. Ja, jij hebt co-op. We hebben wel eens co-horen zeggen dat co erheen ging van, oh leuk, we gaan even darten. Ja. Maar ja. Jij wou echt voor Nederland gaan spelen. Heb je co er op slot mee ingetrokken? Nou ja, sterker nog, dat werd toen voor het eerst georganiseerd. En ik zou met co moeten spelen. Ja, en James Wade met Phil Taylor. Ja, moet je voorstellen. Ja, dat die twee grossierden in titels. Wade had ook gewoon een waanzinnig jaar. Won de matchplay en won de Grand Prix, weet je. Dus ja, denk ik, ja, maar als ik ergens naartoe ga, dan wil ik wel kunnen winnen.
En ik hoop dat dat dan met iemand is die dezelfde interesses heeft en er alles voor over heeft om uiteindelijk te pieken. Ja, ik had daar niet zoveel vertrouwen in, kan ik heel eerlijk zeggen. En Co was toen net overgestapt, het was ook allemaal nieuw voor hem natuurlijk. Dus ik had het idee van, ja, zijn we goed genoeg om die wereldtitel te pakken? Ja, we zouden op een gegeven moment, laten we zeggen, op een donderdag vliegen. Door de sneeuw en weet ik het wat, werd de vlucht geannuleerd. Ik denk, nou, dit is een voorbode, want ze willen niet dat we komen, geloof ik. Toch de volgende dag gevlogen, diezelfde avond gespeeld. Ja, wat gebeurt er? Engeland verliest van Spanje. Ja. Was dat een mentale omschakeling van nu nou, het speelveld open? Maar ja, we speelden ook gewoon goed. Kijk, overwegend won ik bijna al mijn singles en Co wat lastiger. Ja, pakten we de koppels. Ja, toen ging Co ook er meer in geloven en pakte ook zijn partijtjes, weet je. En ja, uiteindelijk resulteerde dat in de finale tegen Wales, tegen Barry Bates en Darren Webster. En ja, pakten we de titel. Ja. Ja, het is wel leuk dat je dat zegt trouwens, Mike. Eerste World Cup voor de PDC. Ja. Maar het is natuurlijk niet je eerste Pairs Championship in de PDC geweest. Want nee, we kennen een verhaal uit 1997, ja. Wat ik bijna niet kan geloven. Dat jij met Roland Scholten eigenlijk naar een BDO-toernooi wilde. Per ongeluk de verkeerde zaal. Nee, dat is onzin verhaal. Nee, wij wisten wel degelijk dat speelde. We hebben er ook bewust aan deelgenomen. Je kon je kwalificeren voor de World Matchplay en voor het PDC World Cup. Nou, in die finale miste onze tegenstander 12 of 15 pijlen voor de wedstrijd. En wij overleefden die wedstrijd en we gingen naar het WK. Ja, als enige BDO-spelers natuurlijk. Dus voor hun, in hun gedachten waren wij natuurlijk kansloos. Maar Roland en ik waren gewoon echt pioniers over heel de wereld. En we hadden echt wel flinke stappen gemaakt. En mentaal waren we ook samen heel sterk. We gingen heel goed met elkaar om, we hadden lol. En dat zag er gewoon prima goed uit. En we wonnen bijna alle wedstrijden op eentje na, bijvoorbeeld in poolsysteem. Ja, en uiteindelijk in die finale tegen Rod Harrington en Richie Benet wonnen we die wereldtitel in 97. Ja. Gaan we verder kijken naar je titels. Je verliest dan op het WK in 2010 van Simon Whitlock. Net aan. Mm-hmm. Kwartfinale. Halve finale, sorry. Ja, erop kwartfinale Gary Anderson. Ja. Daar ging je er wel vrij hard af. Ja, volgens mij 1-0 voor. En ja, ik weet niet wat er daarna gebeurde. Maar dat was niet meer normaal. Dat was een whirlwind, joh. Dat, 5-1 kreeg ik om morgen, geloof ik. Dat was echt bizar. Ja. Ja, dan in 2012 de Grand Slam. Ja. Tegen Michael in de finale. Nou, we weten, dit jaar heb je het ook, ondanks dat je zo'n slecht jaar hebt, dit jaar bewijs je het wel tegen Michael. Het valt alleen twee keer net niet jouw kant op. Maar toen viel het wel jouw kant op. Ja. Was dat een opluchting? Weer een titel? Ja, maar toen zat ik nog niet heel slecht in mijn vel, hoor. Toen was het geloof er nog optimaal. En dat was 2012. Toen dacht ik nog helemaal niet na over stoppen. Ik zat nog steeds in de bloei van mijn carrière, vond ik. We praten over 7 jaar terug, dus ik was 45. Nou ja, dan denk je helemaal nog niet aan stoppen. Wel een heel zwaar toernooi natuurlijk in pool verband. Dat knock-out wedstrijden. Halve finale en finale. Best of 31 legs. Allebei op één dag. Dus ik had de halve finale tegen Andy Hamilton. En hij moest, Mike speelde bijvoorbeeld, ik weet niet meer tegen wie, maar die moest de halve finale spelen ook. En daarna de finale, dus dat was echt wel een slijtageslag. Ja, en die won ik. Fantastische mooie titel natuurlijk. 2 jaar later de Premier League. Ja, en daar stagneerde het een beetje. Daar stopte het. Ja, je zegt niet kijk, het is altijd zo mooi, hè? Sorry dat ik je in de reden val. Kijk, als je natuurlijk ziet, we hebben het over 2007 gehad, dat ik die wereldtitel win. Als iemand na die tijd tegen mij had gezegd met 2180, Raymond, is je laatste wereldtitel uit, dan verklaar je iedereen voor gek. Ja, toch? Dus je zegt van, je bent gek, ik ga er nog 5 of 10 winnen. Maar we zijn inmiddels 12, 13 jaar verder en het is nooit meer gebeurd. Nee, maar je hebt nog wel een paar mooie titels gepakt. Maar voor jou telt eigenlijk alleen het WK, zeg je vaak. Ja, maar dat telt ook. Kijk, dat is gewoon het summum. Dat is gewoon het hoogst haalbare. Iedereen wil wereldkampioen worden. En niet alleen voor de hoofdprijs van 5 ton dit jaar, maar... Ja, kijk, je zit dan de komende 2 jaar overal bij. Je stijgt meteen met dat prijzengeld naar de top 4 van de wereld. Je krijgt uitnodiging, je krijgt sponsorsverzoeken, je krijgt allerlei aanbiedingen. Ja, dus ik hoef jou niet te vertellen dat als wereldkampioen zijnde alle aandacht naar jou uitgaat. Ik heb dat zelf ervaren. Kijk, ik ben wereldkampioen geworden meerdere keren. En dan kwam ik op een gegeven moment mijn straat inrijden met de bus van mijn manager. En er liep er 300 man in de straat. Feesten en doen en interviews en een patatkraam, gratis patat weggeven voor de deur, interviews en naar binnen. Mijn koffer werd uit de kofferbak gehaald, werd netjes naar binnen gegaan. Een jaar later word ik tweede. Geen kip in de straat.
Weet je, helemaal niemand. Dus ga mij nou niet vertellen dat verliezen niet uitmaakt of tweede worden. Want het maakt alles uit, want het betekent helemaal niets als je tweede wordt. Ja, je hebt natuurlijk dan op zo'n manier echt aan de lijve ondervonden wat het verschil tussen winnen en verliezen is. Ja. Aan de andere kant, Mike zegt het al, op WK's waarschijnlijk het allerbelangrijkste toernooi voor jou. Nou, ik kan het woord waarschijnlijk wel weghalen. En je presteert daar ook gewoon met een einde uitzondering altijd goed. Ja. Kijk je dan achteraf op terug van, nou, dat heb ik toch maar even mooi bij elkaar gegooid. Al die halve finales en kwartfinales. Nee, want dat telt niet. Nee, het telt gewoon niet. Weet je, ik heb zelfs ook met Jelle toen ervaren. Iedereen was gericht op de vijfde wereldtitel van Barneveld. Ik verlies die finale met 7-5. En ik sta alleen met mijn manager en mijn coach in een hoekie. En iedereen springt op Jelle Klaassen. Want jij bent gewoon op dat moment totaal een nul. Je bent gewoon totaal niet belangrijk. Iedereen probeert zich te associëren met winnaars. Dat is het enige wat telt in de maatschappij. Ja, verliezers doen er gewoon niet toe. Ja, en zo heb ik dat ook ervaren. Ik heb allebei de kanten meerdere keren meegemaakt. Ja, en geloof me, als je met 7-1 op zo'n podium staat en je verliest 7-1 van Phil Taylor een WK-finale. En dan gaat 3000 man in die zaal, There's Only One Phil Taylor zitten zingen. Geloof me, dan wil je echt naar je moedertje toe, hoor. En het liefst zo snel mogelijk. Ik kan me begrijpen dat zeker jij als sportman zo denkt. Aan de andere kant kun jij begrijpen dat er andere mensen zijn die naar zo'n staat van dienst kijken. En dan denken, ja, heer Raymond, daar moet je gewoon echt verschrikkelijk hartstikke trots op wezen. Ja, maar dat gevoel ken ik niet. Het gevoel trots is mij onbekend. 2016, eigenlijk het eerste keer dat je een beetje kon met stoppen. Er komt wat meer aan het licht. En dan ga je naar Ahoy. En dan draait eigenlijk voor jou, denk ik, wel een knop om. Dat je zo ontvangen werd. Oh, qua ontvangst. Ja, zeker. Dat had ik nooit durven dromen. Kijk, ik heb altijd een beetje een haat-liefde verhouding gehad met het Nederlands publiek. Kijk, op een gegeven moment was je die goede lobbers, was je natuurlijk die postbode, iedereen gunde het je. Na de hand doe je natuurlijk uitspraak in 2000 dat je verloren hebt van Chris Mason. Dan zien ze van Barneveld ook van de andere kant. Een zeer slechte verliezer. Wat ik op zich eigenlijk helemaal niks mis mee vind. Hè? Want ik zie Van Basten van de week op televisie dat hij ook alleen maar van winnen houdt. Daarom is hij ook zo succesvol geweest. En ga met Michael met veel praten hoe leuk die verliezen vinden. Dan denk ik dat ze ook uit een ander vaartje tappen. Dat werd mij vaak verweten. En ik heb regelmatig in eigen, om het maar zo, speelgelegenheden gestaan. Dat toch wel heel veel mensen in de zaal tegen mij zich keerden, hoor. Als ik tegen Fitten speelde, of Henkie of King, of Walton of Adams, of bijvoorbeeld Tony O'Shea, Tony David. Dat waren echt wel Les Wallace, dat waren natuurlijk echt wel gangmakers. Ja, en merkte ik toch regelmatig dat ik ook echt tegen de zaal op moest boksen in mijn eigen land. Dus wat daar gebeurde in Rotterdam, dat was wel heel erg confronterend voor mij. Want ja, voor het eerst merkte ik in die 3-4 jaar dat het publiek massaal achter mij stond. En dat heeft me toch wel erg goed gedaan, ja. Kwam dat dan onverwachts voor jou? Ja, zeker. Ja. Maar ik wist ook niet dat RTL 7 had opgedragen om iedereen in het oranje te laten komen. Maar ja, ik ben niet alleen oranje, dat is Michael ook. Kijk, wat ik echt een klote streek vond, en dat hebben ze me 2 jaar lang geflikt, is dat ik tegen Michael moest spelen in eigen huis. En dat vind ik echt een kleren streek. Heel gevonden. Nederland met jou. Ja, het is eigenlijk of het Nederlands elftal in de arena tegen het Nederlands elftal speelt. Weet je, voor wie ben je? Ja. Nou, later merkte ik dan wel dat de zaal op mijn hand was. Maar ja, wat koop je daarvoor? Weet je, je gaat gewoon 7-1 zitten, hoor. Dus uiteindelijk dan roept iedereen je naam en daar ben je zeer dankbaar voor. Maar uiteindelijk heb je gewoon verloren met 7-1. Je zegt nu die 7-1 van dit jaar natuurlijk. Ja. Zijn 3 keer geweest, hè? Ja, van 4. Vier keer. Ja, ik heb 1 keer gelijk gespeeld tegen Wright. Toen een keer van Gary Anderson gewonnen, volgens mij, in een goede partij. Ja, die was heel goed. Ja, en toen speelde ik tegen Whitlock, volgens mij, en Mike. En die won ik allebei. Ja, en dit jaar tegen Gurney en Mike ging het volledig mis. Ja. Nee, want wat we dit jaar zagen, elk jaar stond je echt gefocust bij de walk-on. Dat is voor jou een vrij herkenbaar punt, denk ik. Ja. De boxie, rechtdoor kijken. Dit jaar zag je eigenlijk de eerste dag al meteen tranen in je ogen. Mijn kleinzoon was er en mijn moeder. En mijn moeder is eigenlijk nog nooit echt bij het darten geweest. Heeft een ziekte overleefd, kanker. Mijn kleinzoon was ook natuurlijk nog nooit bij darten geweest, want je bent natuurlijk veelal altijd in het buitenland. Nou ja, goed, daar heb ik natuurlijk een bijzondere band mee met deze twee. Ja, dus dat je wil natuurlijk ook best wel goed voor de dag komen dan. Op een gegeven moment heb je natuurlijk ook wel dingen te verwerken zelf. Hè. Je ligt in scheiding, je moeder zwaar ziek geweest, je kleinzoon is daar. Dus je wil gewoon uiteindelijk gewoon een goed resultaat neerzetten. Maar uiteindelijk blijf je ook maar gewoon mens.
En je speelt ook gewoon daar op een hoog podium tegen de allerbeste van de wereld. Er komt ook nog eens een keer bij dat in de eerste 7 weken, hè, want Rotterdam is week 8, week 9, ja, ik heb er een zootje van gemaakt. Ja, ik moest 2 keer winnen om door te gaan. Ja, dan krijg je ook nog eens een keer in die eerste beste avond, zie je een Michael Smith winnen. Nou, dan kom je er eigenlijk al niet meer aan. Hè? Want op dat moment hoop je dat Michael Smith wint, want dat geeft je extra inspiratie om van Gurney te winnen. Nou, dat gebeurt dan ook niet. Ja, dan ga je eigenlijk al van een ingooibaan van, ja, ik sta hier voor spek en bonen te darten. Begrijp wat ik bedoel? Want het maakt niet uit of ik nou win, ik kan niet meer door. Begrijp je? En al weten dat je een dag later de nummer 1 van de wereld nog eens krijgt. Dus ja, daar knak je natuurlijk ook mentaal. Doordat Michael Smith die partij natuurlijk wint, wint hij die niet. Ja, dan heb je natuurlijk mentaal gezien natuurlijk meer overwicht om beter in te stappen. Dan ga je ook nog eens een keer met Daryl Gurney mee gaan staan te zingen met Sweet Caroline. Nou, dat is al helemaal niet des van Barneveld. Dus ja, daar sprak mijn coach me ook op aan van, wat ben je in godsnaam aan het doen daar zo. Maar ja, had hij jou daarin gelokt? Want volgens mij nou, misschien wel. Maar kijk, ik kon niet meer door. Weet je, ja, dat heel minimaal. Weet je, dan moest ik die wedstrijd winnen en Dick van Michael winnen. Maar ja, dat is gewoon een... Ik had ook geen goed gevoel bij de Premier League na het WK, hoor. Ik heb natuurlijk overwogen om te zeggen, nee, ik doe het niet. Maar ja, wat heb je dan? Kijk, er is ook gewoon goed geld te verdienen. Weet je, ja. Uiteindelijk pak je in al die maanden toch goed geld. Maar ja, dan moet ook al je reis- en verblijfkosten vanaf natuurlijk. Maar ook je teleurstellingen moet je daar verwerken. Ja, en uiteindelijk was de grootste teleurstelling natuurlijk Rotterdam. En ja, toen knakte ik ook. Toen zei ik, het is mooi geweest. Het is, ik ga gewoon niet meer verder naar hier. Dat meen ik ook uit de grond van mijn hart. Alleen ja, een dag later krijg je natuurlijk te maken met management. En die zeggen, luister, je hebt sponsors. Je hebt dit, je hebt het publiek beloofd. Luister, we gaan er gewoon toch na het WK een eind aan maken. Nou, nu ben je zover, eind september, dat je misschien wel hebt gedacht van, hadden we niet beter kunnen stoppen. Want het is eigenlijk gewoon een leidersweg. Ja. Je ziet daarna ook, vier weken lang op de pro, dat het echt... Ja, hopeloos. Ja, ik zeg het maar gewoon. Het was gewoon echt hopeloos. Ja. Daar komen er wel weer een paar lichtpuntjes. Zeker Zwolle. Daar was je volgens mij zelf ook wel vrij blij mee. Dat je daar, berichtje op Instagram, dat je naar Zwolle op de Euro toe ging. Ja. Dat je dat echt weer in Nederland. Ja. Ik had het idee dat je in Zwolle wel weer redelijk opleefde. Zeker tegen Smith was de focus weer terug. Ja, nou goed. Kijk, weet je wat het probleem een beetje is? Kijk, en dat is niet om te zeuren of om te klagen. Maar dan kom je dan eigenlijk door 2 toernooien heen. En dan staat dan bij de laatste 16 nummer 1 van de wereld weer te wachten. Ja, en als je gewoon Michael treft, 2 keer 6-5 en het valt 2 keer zijn kant op. Ja, dat is natuurlijk wel om gek van te worden. Want waarom lood je nou niet even de nummer 15 of de nummer 3 of de nummer 14? Nee, het is dan ook precies Michael in zo'n jaar, weet je. Ja, en dat met alle respect, ja, om van Mike te winnen, ja, moet je gewoon goed gooien. Simpel zat. Je mist eigenlijk in beide wedstrijden wel 2 kansen. Ja, hij laat je er echt in. Ja, ik snap het. Maar kijk, ik heb ook, had ik dik 6-3 van hem moeten verliezen toen een keer in Duitsland. Ja, toen werd het nog 5-5 en toen kreeg ik ook nog kansen. Ja, die gaf ik ook af, maar ik had die wedstrijd daar al zeker nooit mogen winnen. In Zwolle had ik kunnen winnen, zeker omdat ik startte met 180 in de laatste leg. Ja, je startte met 180. En daar maak ik zelf gewoon een puinzooi van. Hoe ga jij in 2020 naar Rotterdam Ahoy kijken? Niet. Ga je dat bewust niet kijken? Nee, ik ben op een cruise, dus ik ben niet in Nederland zelfs. Dus ik ben lekker aan het cruisen in de Caribbean. Dus, en dat is niet... gedaan met opzet. Ik heb die cruise geboekt en de kalender van de PDC kwam uit en dat valt samen. Dus ik ben er niet eens. Maar doet het jou iets dat je dan misschien toch met de schuinoog de resultaten zal je achteraf toch wel weer kijken? Dat doet me helemaal niets. Nee. Je ziet het niet als mijn toernooi. Ik heb kijk, ik ga ook helemaal geen statistiek of darts meer kijken zelfs. Daar ben ik helemaal klaar mee. Alleen, ja, kijk, als analist... Ja, zal er van mij verwacht worden dat ik wel weet waar ik over praat. Dus ik zal op die manier toch moeten kijken. Maar dat zal toch op een andere manier zijn. Dus ik blijf wel betrokken. En ik blijf zeker af en toe wel eens kijken. Maar het is niet zo dat ik nou denk van... Oh, vanavond is de Grand Prix. Nou moet ik eens even darten gaan kijken. Nee. Dus als analist blijf jij wel aan bij RTL 7? Ja, zeker. Ja. Wat ga je verder dan na je... Geen idee. Is het nog helemaal een open boek? Ja. Kijk, mensen zullen me gaan boeken. Organisaties voor dartdemonstraties en clinics en workshops. Ja, daar ben ik natuurlijk altijd in bezig geweest. Dat heeft natuurlijk ook een groot deel van keuzes maken. Heeft dat natuurlijk ook mijn carrière ook wel natuurlijk een beetje kapot gemaakt. Door te kiezen voor het makkelijke geld en demonstraties te doen. Daar ben ik ook heel realistisch en eerlijk in. Maar ja, ik heb ook laten zien dat door er wel te zijn op de Pro Tour het ook niet gaat. Weet je? Want de keren dat ik er dan wel was, ja, dan gaat het ook niet. Dus
Het is een bewuste keuze geweest. Dus ik ga me verdiepen op dat soort dingen. Misschien ja, een dartschool in de toekomst. Of ja, kijk, mensen krijgen individueel ook les van een golfspeler. Ja, waarvoor kan ik dat niet gaan doen? Weet je, waarom kan ik niet mensen beter maken? En dat lijkt me op zich wel leuk. Maar ik geloof niet dat ik het echt zie zitten om met mensen echt terug naar Barnsley en naar Wigan te gaan vliegen. En al de romslomp eromheen en daar aan een ronde tafel te zitten de hele dag. Nee, dat ga ik echt niet trekken. Dus je hebt het wel eens gehad over het begeleiden eventueel van jonge spelers. Maar dat moet je dan zien als opleiden hier in Nederland. Ja. Maar niet als manager meereizen alsnog weer de hele tour. Nou ja, kijk, ik kan het wel zo makkelijk roepen. Maar als er een heel groot bedrijf opstaat en die zegt, joh, je krijgt van ons een jaarsalaris als je dat wel doet. Dan is dat een overweging. Dan moet ik daarover na gaan denken. En ik zeg niet meteen nee. Maar dan is het ook maar de vraag, met wat soort mensen kom je dan te werken? Weet je? Is dat allemaal betrouwbaar? Is dat allemaal goed? Ik geloof niet zozeer in het feit dat er nu ineens reuze bedrijven op gaan staan die in een keer waanzinnig gaan investeren in darts. Terwijl ze een Van Barneveld en een Michael van Gerwen jarenlang hadden kunnen sponsoren. Dus ik geloof dat niet zo snel. Wat ik hoor is eigenlijk Barney Dome komt er natuurlijk aan, komt een boek aan. Ja. Na Barney Dome, even een tijdje weg en dan is alles rustig op een rijtje gaan zetten. Of? Nou ja, ik weet niet rustig op. Kijk, ik kan natuurlijk heel makkelijk leven van demonstraties. Maar ja, hoe lang duren die demonstraties? Kijk, in het komende jaar heb ik er misschien 50 of 60. Ja, als het jaar erop er dan ineens 30 zijn en 20 zijn, ja, dan moet ik iets anders gaan verzinnen. Ja, en wat is leuk? Wat vind ik leuk? Ja, ik weet het niet. Kijk, vroeger werd je gesponsord door een bedrijf. Nu staan veelal mensen die staan op en die geven mensen gewoon de gelegenheid van, joh, luister, ik wil alles voor jou betalen. En ik schrijf je in, ik betaal je hotel en je vliegtickets, ik betaal alles. Eten en drinken doe je zelf, maar het prijzengeld delen we samen. En dat soort deals zijn er bijvoorbeeld nu. Alleen ja, kijk, ik kan wel investeren, dat heb ik in het verleden ook wel eens gedaan. Maar niks van niks blijft niks. Kijk, als ik met Jeffrey de Zwaan, Mike Zuidwijk en Dirk van Duivenbode flink geld in geïnvesteerd heb. Maar ja, als hun daar elke eerste ronde gaan zitten, of tweede ronde gaan zitten, ja, dan zet dat geen zoden aan de dijk. Maar ik heb nog wel steeds de onkosten, snap je? Dus het blijft altijd een gok om daarin te investeren. Ja. En hoe mooi zou het zijn als er nou eens een keer een bedrijfsleven op zou staan wat dat ondersteunt. En dat je ook kan werken, bijvoorbeeld als een voetbalvereniging, dat je elkaar dagelijks gewoon ziet. Ik heb een prachtig mooi pand hiervoor, weet je. Ik heb twee dartbanen hier, er kan hier zelfs nog een dartbaan bij als we de tafel verschuiven. Dus je kunt hier gewoon optimaal trainen. Alleen ja, waarom zou ik mensen beter gaan maken zonder dat daar een vergoeding tegenover staat? Ik ga mijn tijd dan wel beter gebruiken, denk ik. Ja. Bij deze de oproep gedaan? Ja. Ja, dan gaan we eigenlijk richting het laatste WK. Ja. Het schema is nog twijfelachtig. Ja. Begrijpelijk. Ja, ik neem aan dat je uitkijkt naar Amsterdam. Beetje hetzelfde als Ahoy natuurlijk. Ja, weet ik niet. Ik weet ook niet hoe dat daar weer ontvangen wordt. Rotterdam is natuurlijk waanzinnig ontvangen. Ik weet ook niet. Kijk, dat blijft de Premier League. De Premier League blijft natuurlijk het paradepaardje van de PDC. En iedereen ziet dat wekelijks, elke donderdag op televisie. Ja, daar wil iedereen bij zijn. Ja, hoe gaat het publiek kijken naar de World Series of Darts? Ik heb geen idee. Ik hoop dat het stijf vol zit. Dat lijkt me mooi. En dan gaan we langzaam, ik moet binnenkort ook even gaan zitten met Jacob, wat gaan we nou doen met die Grand Slam of Darts? Ja, moet ik het toch wagen? Maar dan ga je er eigenlijk al naartoe van, met irritaties, ja. Hoe lang gaat dat goed? Het is natuurlijk ook een serieuze qualifier, ja. En ga ik die dan na de World Series nog doen? En ga ik naar de Players Championship Finals, ja, om ritme op te doen? Ja, ik geloof niet in ritme opdoen. Ritme opdoen doe ik hier, in mijn pand. Weet je, dat kan ik 5-6 uur per dag trainen, dat is ritme opdoen. Maar je kan geen ritme opdoen als je een potje wint en je gaat er dan uit. Dat doe je geen ritme mee om. Daar bereik je eigenlijk het tegenovergestelde mee. Ga je dan dezelfde WK-voorbereiding treffen als dat je afgelopen jaren deed? Nou ja, vaak wel. Dat zal niet veel anders zijn. Ik zit op dit moment alleen nog wel even. Ja, moet ik toch echt terug naar een nylon shaft met een gewone flight? Of moet ik dat 8 systeem gaan proberen? Daar ben ik nu continu mee bezig. Kunt je voorstellen als je niet naar een EK gaat en niet naar een Grand Slam of een Grand Prix. Ja, dat je in zo'n week in één keer een week vrij hebt. Ja, dus ik ga nu naar mijn vriendin in Londen. Dan denk je, ja, waar moet ik nou voor trainen dan? Want kijk, moet je voorstellen, vanaf 1 januari, ik heb hier een prachtig pand. Maar ik hoef nergens meer voor te trainen, toch? Want het hoeft allemaal niet meer. Ik hoef nergens meer goed of perfect voor de dag te komen. Ja, demonstraties, nou, dat kennen behalve kracht ook wel.
Dus ja, dat heb ik nu eigenlijk ook een beetje. Kijk, 1 november zal de training starten naar het grote WK toe. Met de World Series of Darts. En daar vanaf dat moment ga ik ook sporten, ga ik hard trainen en 5-6 uur per dag maken. Ja, en dan hoop je maar dat het goed genoeg is om daar een prima prestatie neer te zetten. Ja, en zo niet. Ja, dan is het gewoon klaar. Dan is het gewoon mooi geweest. Weer trainingssessies hier met andere darters? Ja, zeker. Ja, ja. Ga je nog iets anders doen dan in de voorgaande jaren? Dat je in je hoofd hebt? Nee, niet echt over nagedacht. Misschien wat andere spelers. Kijk, ik wil vaak een variatie van spelers. Een jongen als een Ron Meulenkamp die zijn tijd neemt voor elke gooi. Hè. Daar moet je tegen kunnen. Een jongen als een Jelle Klaassen die snel is, weet je. Dus je gaat toch een schifting maken in het feit van wie is op dat moment in vorm. Kijk, en ik kies dan veelal voor mensen die zelf dat WK ook spelen. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan Jelle, aan Dimitri van den Berg, Ron Meulenkamp, hiermee Matti Mena. Dat soort jongens, ja, dan met alle respect werk ik daar dan liever mee dan met mensen die niet de adrenaline voelen dat ze naar een WK gaan. Die er op dat moment dan goed in staan. Ja, dat hebben ze dan aan zichzelf te danken. Maar ja, ik train dan liever met mensen die de volledige motivatie hebben, snap je? Die ook echt graag naar het WK gaan en daar een prestatie neer willen zetten. Want dan weet ik gewoon, ja, die spelen op dit moment het beste van hun kunnen. Want ze gaan naar het WK toe, ze willen er alles aan doen om daar goed voor de dag te komen. Je zegt je gezondheid. Nou, je bent enorm afgevallen. Je ziet er echt puur beter uit, vind ik zelf. Je straalt ook wat meer. Ja. Naast je prestaties gericht dan. Ja. Ben je mentaal weer? Is alles verwerkt? Nou, ben je licht in je hoofd? Is het nu? Nee, het gaat wel goed. Ik heb het social media een beetje afgegeven aan mijn management. Want ik kan je voorstellen dat ook privé zijn natuurlijk genoeg dingen gebeurd. Ja, die moet je ook verwerken. Het is niet fijn als mensen je uitmaken online voor een pedofiel. Hè. Dat hakt er best wel in. En dat gebeurt meerdere malen. Mensen kennen mijn privéleven niet, weet je. Ik heb het enorm naar mijn zin met mijn nieuwe vriendin. We geven echt heel veel om elkaar. Helaas woont ze in Engeland, dus dat is soms nog wel eens lastig. Hè, want ik ben een dag vrij het weekend en zij ook. Ja, en dan zit zij daar, ik hier. Dus dat is echt niet makkelijk. Maar daar gaan we in de toekomst wel uitkomen. Ik hoor aan alle kanten, je ziet er goed uit, maar ik voel me niet goed. Nee. Weet je, dat heeft puur te maken met je carrière. En dat knaagt. Dat knaagt natuurlijk elke dag aan je. Je weet dat je het kan. Dat laat je ook in Nieuw-Zeeland weer zien, dat je van mensen kan winnen, finale kan halen. Ja, waarom gaat het dan zo vaak mis? Ja, en dat is iets, daar kom ik nooit achter. Ja, en ik heb bewust gekozen om toch nog door te gaan dit jaar naar de Premier League, omdat ik misschien niet met de situatie had kunnen leven van ja, what if, weet je. Wat als ik misschien toch nog door had gegaan en het WK had gespeeld. En ja, misschien had ik toch dan nog mooie dingen kunnen doen. Ja, als je het positief bekijkt. Je hebt nu ook een mooi toernooi in Nieuw-Zeeland gespeeld. In ieder geval, daar heb je heel mooi afscheid genomen. Daar vielen de pijlen eigenlijk echt wel naar wens, volgens mij. Althans, ik heb alleen je één keer zien wisselen met lange shafts. Nou, dat viel eigenlijk. Ja, dat is soms zo lastig als het op een ingooibord heerlijk valt. De 180 naar de andere. En dan heb je toch te maken met luchtverplaatsing op zo'n podium. Soms staan er wel eens deuren open. Is er tocht? Hè? De PDC wil natuurlijk niet dat je daarover spreekt. Maar het is gewoon zo. Ja, Rotterdam bijvoorbeeld ook. Ja, dat is gewoon lastig. Ja, en ik snap dat ze daar dus niet over willen praten. Maar ja, als speler zijn, dan word je daar natuurlijk helemaal gek van. En ik gooi natuurlijk met zo'n pisboogje, ik gooi natuurlijk met een boogje. Ja, dan heeft dat invloed als dat iemand met een kortere shaft rechtdoor recht aangooit. Snap je? Dus dat is heel lastig. Ga je nou met deze setup door naar het WK of ga je het toch nog even uittesten? Nee, die setup, de pijl is goed. Daar is niks op aan te merken. Maar ik weet niet of dat nou met dat nieuwe achtsysteem gaat. Of dat ik toch weer terugkeer naar een nylon. Kijk, ik zal gewoon ook in de komende 2-3 maanden gewoon heel veel trainingsarbeid moeten gaan doen. Maar je snapt dat het af en toe wel eens lastig is als je niet bij de grote toernooien zit. Want ja, waar speel je eigenlijk nog om, weet je? Kijk, als je naar een Grand Prix gaat, ja, dan wil je er alles aan doen om daar goed voor de dag te komen. Maar als je daar dus niet speelt en ook geen EK en misschien ook geen Players Championship Finals, ja, en de World Series Finals, ja, met alle respect, het is ook geen A-toernooi, weet je. Want als ik dat win, dan maak ik ook geen stappen op de wereldranking, want het is een invitatietoernooi. Al dat prijzengeld wat je wint op die World Series, dat gaat niet mee op de ranking. Het enige wat je pakt is een plek op de Grand Slam of Darts. Als je de finale haalt. Ja, als je de finale haalt. Dat zou het enige voordeel kunnen zijn, ja. Oké, het WK. Het laatste WK gaat eraan komen. Ja. Ben je alleen tevreden als je hem winnend afsluit? Ja, natuurlijk. Anders hoef ik net zo goed niet te gaan, toch? Wat hoor je, moet je van tweede... Nee.
Nou ja, goed, misschien dat je met een halve finale of een kwartfinale toch dit rotjaar, zoals je het zelf ook al noemt, toch nog net anders afsluit. Laat ik, dus dat je in de eerste ronde eruit gaat. Wat mag ik zeggen? Weet je, kijk, het is niet realistisch om te zeggen, ik ga even die wereldtitel pakken. Dat snap ik zelf ook wel, daar ben ik eerlijk zat in. Maar het kan. Weet je, kijk, niks is onmogelijk. Dat heb ik altijd geleerd. Als je gelooft in eigen kunnen en je werkt er hard voor, dan is alles mogelijk in het leven. Alles. Maar je moet het wel voelen. Weet je, je kan wel denken, ah, dat ga ik even doen. Maar je moet het ook echt voelen. Zoals ik de dromen die ik vroeger had realiseerde. Dus ja, dat is gewoon heel veel, heel veel tijd en arbeid moet ik erin gaan steken. Daarna gaat ook de scheiding nu eindelijk pas voor me aannemen. Dus allemaal vervelende rechtszaken en gezeik en rekeningen betalen. Dus zelf voor gekozen, daar gaat allemaal niet om. Maar dat komt natuurlijk ook gewoon op een onwijs rot moment. Natuurlijk nu in die laatste 3 maanden. Ja, dat gaat ook gewoon verder. Dus ook dat moet je maar mee om leren gaan. Ik kan me voorstellen dat ik dat liever naar januari had getrokken. Dat is logisch, maar ja, zo werkt het nou eenmaal niet. Dus ik kan alleen maar zeggen, ja, ik ga vol goede moed ervoor. En mijn stinkende best doen. Maar ja, elke ronde die eerder dan de finale eruit gaat, ja, dat zal toch wel heel veel energie en kracht gaan kosten. Ja. Raymond van Barneveld zit volgend jaar op een cruise. Even na te denken bij een mooie zonsondergang over zijn hele carrière. Nee hoor. Nee. Ga je hem gauw vergeten? Of ja, ga je heel gauw. Ja. Je gaat niet met de glimlach terugkijken? Nee, dat heeft toch helemaal geen zin. Kijk, je kan mensen zeggen, ja, maar je dart op de kaart gezet. Ja, wat koop ik daarvoor? Je hebt er niks aan eigenlijk. Ik zeg altijd zo mooi, dan ga je naar de supermarkt toe. En dan zeggen ze, 100 euro boodschappen, meneer Van Barneveld. Ja, maar ik was toch degene die dart op de kaart had gezet. Ja, dat klopt. Blijft nog steeds 100 euro. Dus je hebt er toch helemaal niks aan. Je moet gewoon geld verdienen. Dat is waar het om draait in de maatschappij. Ja, nou goed. Aan de andere kant denk ik ook dat je gewoon ontzettend veel hele mooie dingen hebt laten zien. Waar het Nederlands dartpubliek je altijd ontzettend dankbaar voor zal blijven. Ja, wat koop je daarvoor? Misschien niks. Maar de waardering en de harten die je ermee gestolen hebt, dat ga je toch ook niet meer afnemen? Nee, nou goed. Dat is voor ieder zich. Maar ik zeg altijd, kijk, moet je voorstellen, ik gooi een keer een waanzinnig halve finale tegen Michael van Gerwen. Gooi ik 109 gemiddeld. Ik verlies met 6-2. Michael wordt later wereldkampioen. Iedereen die avond, lyrisch, 700-800 berichten, WhatsApp. Wauw, wat geweldig, 109, geweldig. Ja. En uiteindelijk heeft iedereen een waanzinnige avond gehad. En is er eentje die niet slaapt die avond, en dat ben ik. Want of het nou 109 is, je hebt gewoon een pak slaag gehad met 6-2, klaar. En dat is waar ik altijd moeite mee heb. Ik kan nooit kijken naar het positieve ervan, want ik zie geen positieve ervan. Want je hebt gewoon verloren, een halve finale WK. Dus je droom spat uiteen om die wereldtitel te pakken. Begrijp je? En ja, dan kan iedereen dat niet met me eens zijn. Maar ik weet als geen ander, als je terugkomt als tweede in je land of als derde. Want het zegt namelijk helemaal niks. En al helemaal niet. Als er een Nederlander diezelfde dag later de wereldtitel omhoog steekt, dan doet het er al helemaal niet meer toe. Van Barneveld, ja. Winnaar Puurstaan. Ja, ik denk dat dit een mooi einde is. We hopen eigenlijk het allerbeste op het WK. En we weten dat het echt in je zit. En we hopen dat het echt nog één keer goed tevoren komt. Het zou mooi zijn. Erik wil ik bedanken. Ja. Raymond, heel erg bedankt voor zijn tijd. Graag gedaan, jongens. En dan zien we jullie weer bij de volgende podcast.